daar zijn dan de meisjes reeds betrokken. Lies en Isalien. Voilà, onmiddellijk die maar even zeggen. Altijd allemaal vrij, hier gaan dan de rijen van 13 jaar. Motor die de wedstrijd vooraf gaat. De eerste doortocht van de 8 af te rijden ronde. Compact peloton zo te zien, ja. En zoals ik al zei, de snelheid, het valt op dat er iets heel wat hoger ligt dan straks. Dat geen hoog logis is. En autobaan nog vrij, nog altijd achtervolgers. Eerste doortocht, nog 7 ronden af te leggen. Terwijl hij dan nummer 27 van de Borne voorbij trekt. En die, ja, dat is het meisje met het nummer 115 is Isaline. Van de jongeren is Roeselare, dus iemand van de West gekomen, vanuit West-Vlaanderen. Wedstrijd voor de jongens en meisjes 12, 13 jaar, dus 13 jaar. Nog 5 ronden te gaan in deze wedstrijd voor een buitenbelangen Temse organisatie voor de jeugdcategorieën in samenwerking met Willembond Vlaanderen. 5 ronden. Aandacht, houd de baan vrij. Nog 4 ronden, renners, nog 4 ronden af te leggen. De wedstrijd voor de 13-jarige. Ja, dat is het. Come on!
fantastische sfeer in deze wedstrijd. Met aan de leiding dan. Kom maar! Robben de Velder, ja, Robben de Velder, proficiat. Uw oma had me juist gezegd dat u reeds 5 overwinningen had. Dat is nu de 6e. Was het een moeilijke wedstrijd? Ja, het was wel. Je hebt, dacht ik, toch geprobeerd om weg te geraken uit de peloton. Het is niet gelukt, maar u bent ook sterk in de spurt. Ja, dat is waar. Hebt u ambitie voor profwielrenner te worden? Ja. En welke wedstrijd zou u dan liefst rijden of wel winnen? De Tour of zo. Twee? De Tour de France, ja, dat hebben we al verschillende gezegd. En bent u een klimmer? Ja, weet ik. Goed, wij wensen u proficiat, nog veel succes voor de toekomst. En we gaan onmiddellijk de prijsuitreiking doen hier aan de terreinen van Maas. Proficiat ook voor de 2 ereplaatsen. Bij de meisjes, was het een moeilijke wedstrijd? Maar u bent toch tevreden, hoe is de wedstrijd is het al dit jaar? De 9e, ja. En u, hebt u al overwinningen dit jaar? De eerste, de tweede plaats, podiumplaats. Toch een applaus voor u. U mocht uw prijs, uw medaille hier ontvangst nemen van de mensen van de organisatie. Iselin Dijkmeen, die waarschijnlijk, zoals ik al zei, van Roeselare komt en niet van de vest gekomen vandaag. Dan op de eerste plaats, bij de meisjes, Elisa Antonissen. Uit de Kempen, Tobi is de wedstrijd dit jaar? Zeven. De wedstrijd. Heb je al overwinningen? Ja. Hoeveel? Zes. Heb je ambitie om profwielrenster te worden? Dat weet ik niet. Weet je nog niet? Ik zal het afhangen of je vriendin hebt of niet zeker, die ook met wielrennen te maken heeft. Maar in ieder geval, ik wens je nog veel succes en die mocht u medaille afhalen. Iris komt uit Oogstraten. Bij het wielerteam opboeken. Antonis en Elise, geef haar een applaus alsjeblieft. De bloemen voor Elise. Bij de meisjes, de 13-jarigen, de 2 ereplaatsen, dus de podiumplaatsen. Voor Isaline Dijkmeen en Elise Antonissen. Over naar de jongens. Een spannende wedstrijd was dat. Waar de snelheid wel opvallend hoger was dan de categorie daarvoor, ja, de leeftijd. En dan gaan we naar de 3e plaats van voor Kempens Arne van Aartselaar. Arne, proficiat. U mocht uw medaille ontvangen van de organisatie. Nog geen overwinningen, maar dat komt wel. Hè. Dat komt wel zeker. Je hebt nog geen overwinningen dit jaar? Ja, toch wel. Hoeveel overwinningen al? 1. 1 overwinning. Binnenkort aan de 2e. Ja, je hebt het juist gezegd, dat klopt, ja. Ik was met een tel op kwijt. Voor de 3e plaats was dat Arne Kempens uit Aartselaar. En dan Lennart, ik zou zijn naam verkeerd, want ik zei Lenny, maar het staat niet volledig opgedrukt hier. Van de Meulenbroeke, Lennart. En die komt uit Leeke, 2e plaats. Proficiat. En het was hij dat nog niet zo lang aan het rijden is. Dus uw eerste ereplaats vandaag? Ja. Dus de 2e plaats, ik ben tevreden. Ik wens u van harte proficiat.
En veel succes voor de toekomst. Je mag uw medaille ontvangen. En de nodige kussen erbij natuurlijk, ja. 13 jaar plus. Dat hoort erbij. En dan prachtige winnaar. Ik heb dus van zijn oma vernomen dat hij er reeds 5 maal gewonnen had. Het is nu zijn 6e overwinning. Robin de Velder uit Zevenieken. Robin heeft gezegd, ja, hij heeft ook de ambitie voor prof te worden, heeft hij al gezegd aan de micro. En hij zou liefst van al de ronde van Frankrijk. En hij zegt dat hij ook een klimmer is. Proficiat voor alle drie. Mooi podium. In deze wedstrijd voor de 13-jarige. En nu rest ons alleen nog straks de iets genouderde, de 14-jarige. Maar geef ze toch nog maar een hartelijk applaus. En de meisjes die mogen er zijn die al weg, die mogen er ook mee staan natuurlijk. We zijn al weg, ja. Proficiat.